Het laatste nieuws uit Middelstum. Dit is Middelstum TV. Edith, ik zie het stoom nog uit je oren komen. Klopt. Nou, het is inmiddels al een beetje geluwd hoor. Ja, want je zei net, hè, toen wij hier aankwamen, het is al niet zo erg meer dan gisteren, maar toch? Dat klopt, dat klopt. Gisteren kwam ik om 7:15 in mijn zaak. En ik hoorde al iemand mopperend voor de winkel langs schuiven. Dus ik ging kijken en de stoep was weg. Dus je komt op je werk en je stoep is maar zo weg? De stoep is weg. En zonder enig bericht, want daar gaat het om. Dat die stoep weg is, prima. Als dat nodig is, is dat nodig. Maar het zou fijn zijn als we dat van tevoren hadden geweten. Dan had ik actie kunnen ondernemen. Dan had ik gevraagd om borden. Dan had ik zelf bij de achteringang. Dan hadden we misschien briefjes op kunnen hangen. Niks, nul communicatie en dat stoort. Je wist helemaal niks? Dat die stoep eruit moest, was niet bekend. En dat komt dus naast het feit dat we, gisteren was het woensdag, maandag een brief kregen waarin stond dat de werkzaamheden niet 28 oktober zouden worden opgeleverd, maar pas week 50 rond de feestdagen. Dat is niet echt heel fijn voor een winkelier. Nou, en dat is toch best wel laat. Als je maandag een brief krijgt, hè, het zou 28 oktober klaar, dat het pas met de feestdagen is. Ja. Ja, nou had ik natuurlijk al wel het vermoeden dat het niet heel erg opschoot, want er was al een week of twee voorbij gegaan zonder dat hier nog wat gebeurde eigenlijk. Dus ik had al gebeld naar de gemeente. De gemeente wijst naar de nutsbedrijven of ik daar alsjeblieft een schadeclaim wilde indienen. Vervolgens neem je contact op met de nutsbedrijven, die wijzen naar de gemeente. Ik heb gemaild met de firma Elsinga, daar krijg ik geen reactie op. Ja, gistermiddag pas, nadat ik echt boos ben geworden op een paar mensen die hier dan rondlopen, die hier aan het werk zijn, wat ik op zichzelf al jammer vind, dat ik daar dan het stoom uit de oren moet laten zien. En dus gistermiddag kwam er iemand van Elsinga hier excuus maken dat hij inderdaad gewoon, ja, dat was zijn persoonlijke fout, hij had niks laten horen. Dus het gaat niet zozeer om het feit dat er gewerkt wordt, zei het dat dat wel een beetje lang duurt inmiddels, maar het feit dat er niks gecommuniceerd wordt aangaande dit. Ja, hoe reageert de gemeente als je ze belt en ze zo boos belt? Heb je al een bosje bloemen van de wethouder gehad? Of? Dat was leuk geweest. Nee. Nee, dus nee, niks. Nee, nul. Geen reactie van, nee. Nee, nou ja, goed, als je de woordvoerder belt, die reageert zeer geagiteerd. Want het ligt bij de nutsbedrijven. Dat staat ook in de brief die we afgelopen maandag kregen. Het is de schuld van de nutsbedrijven. Daar heb ik geen boodschap aan. Had jij van de gemeente verwacht dat ze toch iets strakker en iets feller en iets dringender naar de nutsbedrijven hadden gereageerd? Nou kijk, als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor hoe zaken gaan. En daarin vind ik inderdaad wel dat de gemeente enige leiding mankeert. Want het is natuurlijk niet alleen dit. Hè. Dit is voor mij de druppel. We zitten natuurlijk in heel Middelstum al een paar jaar in de troep. Geeft niet, moet gebeuren. Het wordt hartstikke mooi, ben ik ook van overtuigd. Maar neem nou dat kruispunt daar. Hè, wat voor ondernemers hier een belangrijk kruispunt is. Niet alleen in je bevoorrading, maar ook in je klanten. Daar hebben we in een brief van 31 augustus bij monden van Elsinga staat erin dat die 4 werkdagen niet toegankelijk zou zijn. Het is inmiddels al 4 werkweken dat er niemand langs kan. Hè? Dat hele kruispunt daar. Dat zijn ook van die dingetjes wat maar optelt en optelt. En op een gegeven moment die stoep er gisteren uit was zonder enig bericht. Dat was voor mij de druppel. Ja, maar jullie het echt wel inderdaad. Het stoom komt uit je oren. Je hebt aardig op Facebook gereageerd. Als dat nodig is, dan is dat nodig. Kijk, en ik heb dat voor het grootste deel gedaan om mijn klanten te waarschuwen. Zei het dat een beetje mosterd na de maaltijd is. Ik moet het niet hebben van de lokale Middelstummer. Zeker in deze week, het is nu herfstvakantie, weet ik uit ervaring. Dan komen er mensen van het hele land. Die plannen een dagje Groningen en die komen bij mij. Het is niet dat ik dat verzin, dat is gewoon, elke vakantie is dat raak. Ik heb dus van mensen uit Utrecht, Bilthoven en Den Haag te horen gekregen. Die zijn hier geweest, die hebben hier rondgereden en die krijgen van de werklui te horen dat de winkel niet open is. Die ervaring heb jij zelf ook gehad gisterochtend toen je mij op wou zoeken. Ja. Er wordt jou verteld, ze is er niet. Nou, ze is er niet, ze is er wel. Dat is gewoon vervelend. Die mensen komen voor die rijden gewoon door het hele land en die staan ergens daar vast. Nou, dat vind ik kwalijk. Dus daarom heb ik op Facebook inderdaad gewoon groots dit geroepen van jongens, ja. En het is natuurlijk, het is het druppeltje, de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Ja, maar je hebt Edith, hè, zonder bedragen te noemen, duidelijk omzetverlies door deze actie. Ja,
ja, ik zal geen bedragen noemen, maar het is substantieel. Ja, 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 dus een redelijk bedrag, ja. Ja. En dat geldt niet alleen voor mij, want het lijkt wel alsof ik de enige ben. Maar ik hoor dat natuurlijk al maanden, ook van andere ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten. En in dit geval is het gewoon heel simpel. Had even borden opgehangen, hè? Dan was ik al heel ver geweest. Had me gewaarschuwd, dan had ik dat zelf kunnen regelen. Gisteren word ik gewoon geconfronteerd met geen stoep. Waar moet ik dan ineens een bord vandaan halen? Weet ik niet. Dus echt allemaal kort, slechte communicatie. Daar hangt het op. Dat er gewerkt wordt, prima jongens. Echt, en het wordt hartstikke mooi. Ben ik ook van overtuigd. Dat is het punt ook niet. Het gaat om die communicatie. Had me op de hoogte gesteld, dan was dit allemaal niet nodig geweest. Nee, dus de les naar de gemeente. We gaan straks met wethouder Pier Prins in gesprek. Ja. Is communicatie, communicatie. Ja, en schiet eens een keertje op. Schiet eens een keertje op. Nou, Edith, dankjewel. Graag gedaan, Jannes. Henk. Ja. Henk Zuidstra, jij staat hier vaak te kijken, zie ik. Ja, ja. Wat heel, vind je? Heel vaak. Heel vaak. Ja, oud kraammachinist natuurlijk, hè? Ja, ook dat. Heimwee, wat denk je? Ik wil er wel graag even in. Jawel, jawel. Het is mooi werk. En als ik dat zo op mijn zaai met die bakken. Vrouw goed even met pen houden. Ja. En dan stook wat hij net op millimeter, 2 millimeter. En ze pakken nou die bakken zo op. Draaikrans erop. Knap werk. Ja, mooi werk, joh. Maar het gaat de ondernemers hier een beetje te langzaam. En er zijn een aantal behoorlijk boos. Jazeker. Ah, dat komt alleen door die nutsbedrijven. Hè? Die hebben veel te lang werk hier zo. Ik kom zeker door Elzenga, die zit 3 maanden achter wat ik hoorde. Ja, zou eind oktober opgeleverd worden? Het wordt nu week 5. Ja, ja. En dat komt alleen door die nutsbedrijven dat die zo langzaam werken. Dat is het hele probleem. Maar die winkeliers, ik kom net bij Edith Hof vandaan van de schapenvuil. Ja, maar die heeft er ook schade van. Enorm schade. De mensen staan hier zo, die heeft er enorm schade van. Wie gaat het vergoeden? Oeh, ja. Dat moet eigenlijk de gemeente doen, hè. En de nutsbedrijven. Ja, want de gemeente, wordt ook wel verweten, die heeft toch niet altijd even duidelijk gecommuniceerd? Nee, langer niet. Langer niet. Dat is precies hetzelfde als met de herindeling. De bevolking die wordt ook helemaal niet aangesproken. En ik vind de nutsbedrijven die draaien er eigenlijk voor de kosten op, hier zo voor de middenstand. Vind ik de meeste hoor. Ja, dus eigenlijk zeg jij de nutsbedrijven die moeten de middenstanders de omzet compenseren? Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ik kan maar zeggen, als die winkels hier zo Hazekamp en de Bakken en zo is, nou die hebben enorm schade geleden. Nou, dan is het normaal. En de gemeente, die is ook een beetje verantwoordelijk. Dat je het beter communiceren moet met de bevolking en met de middenstand. En dat is niet gebeurd helaas? Nee, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet. Maar, omdat het zo lang duurt, één geluk, je kunt vaker nog even weer kijken. Ja, zonder meer. Ja. Maar, en wie weet mag je dan een keer in zo'n grijper? Ja, maar voor de jongens. Want het is zwaar werken wat deze jongens doen hoor. Dan is het, nou hoeveel te eerder klaar, hoeveel te beter. Tenminste voor deze heren. Nou, dankjewel Henk. Ja, graag gedaan. Pier, het moet eerst minder worden voordat het mooier wordt, zeggen ze wel eens. Ja, dat zie je overal en dat is ook hier in Middelstum zo. Maar het gaat mooi worden. Ja, maar het is nu toch momenteel wel behoorlijk, hè? Als we zo om ons heen kijken, wel een behoorlijke brachtbouw. Ja, er gebeurt heel veel. En met name als je achter me kijkt in de Herenstraat. Die ligt nu open, dat is nu het volgende gedeelte. Maar de eerste focus ligt er toch heel sterk op om het kruispunt vanaf Kolpende, de aansluiting Herenstraat, Grachtstraat, Burgstraat, om die in ieder geval volgende week klaar te krijgen. Ja, want ik was net even bij Edith Hof, nou, ongetwijfeld van gehoord en gelezen op Facebook. En mijn eerste vraag aan haar was, komt het stoom nog uit je oren? Nou, dat was ietsje beter geworden, maar Edith was toch heel erg boos en toch met name boos op de gemeente Loppersum om de communicatie.
Ja, nou, ik wil nog wel even, ook even het traject benoemen. Wij hebben alles voorbereid met een klankbordgroep. Er zijn ontwerpen besproken. Wat daar uitgekomen is, is ook met het dorp besproken. En voor de werkzaamheden hebben wij dus een bijeenkomst gehad waar ook de aannemer uitleg heeft gegeven over de werkzaamheden. Als je nu kijkt even naar de Herenstraat, het klopt, de voorbereidende werkzaamheden door de nutspartijen, dat heeft wat meer tijd gekost dan van tevoren was berekend. Ja, behoorlijk meer tijd toch, hè? Ja, we hadden als gemeente en aannemer een planning, maar het lukte de nutspartijen niet om die planning te halen. Daar hebben we veel gesprekken over gehad en ook geprobeerd daar versnelling in te krijgen. Maar ik moet ook zeggen, bij de Herenstraat hebben ze ook een extra onderdeel toegevoegd. Zij hebben met name de oude gas- en waterleidingen hebben ze vervangen tot aan de meter. Ook in het kader van het aardbevingsgebied waarin we zitten. Dus op zich een goede actie, maar dat heeft met name voor de Herenstraat wel weer 14 dagen langer geduurd. Ja, want hoe ver lopen we nu achter op het hele traject? Nou, aanvankelijk was het de bedoeling dat we zo rond bouwvak konden afronden, zo rond de zomervakantie. En wij hebben vorige week, ook als gemeente, deze week zijn we begonnen nu met de Herenstraat met de werkzaamheden voor ons als gemeente. We hebben vorige week daar ook over gecommuniceerd met de aanwonenden en via Middelstum Info. De planning voor dit kruispunt ligt ongeveer op eind volgende week, dat we hopen dat die weer bestraat is. En het geheel, en dan praat je over de aansluiting weer op de Delleweg, is het in de planning om eind dit jaar alles afgerond te hebben. Week 50, dus de goede tijd, hè, voor de meeste ondernemers, de Sinterklaastijd, de kersttijd. Missen ze toch behoorlijk omzet. Edith heeft een schadeclaim bij de gemeente Loppersum ingediend. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, je kunt altijd een schadeclaim indienen, maar sowieso heb je als overheid ja, aan de ene kant de plicht, anderzijds heb je ook het recht om wegen te onderhouden. Wij hebben er wel begrip voor dat voor sommige ondernemers dat het gewoon lastig is. En ja, en sowieso voor alle aanwonenden is het lastig. Je hebt overlast, dus dat begrip is er ook. Daarom proberen wij ook zoveel mogelijk daar ook in tegemoet te komen als ze met problemen zitten om hen daar ook te helpen. Die opdracht ligt ook bij de aannemer. Als je praat over schadeclaims, dat is niet direct waar we mee aan de slag gaan. We proberen eerst de problemen die er zijn om die met de betrokkenen op te lossen. Ja, en heb jij... hoop, want hè, ik begreep net, ik was net bij Maria. Vanmiddag gaan jullie ook met Maria en Renate in gesprek van Twinset. Ja, dat gaan we vanmiddag doen. En als er een klacht komt over bepaalde werkzaamheden, is het toch de lijn om eerst in gesprek te gaan, zien wat het specifiek probleem is, los even van overlast die we allemaal ervaren, en te kijken van wat kunnen we doen om dat probleem op te lossen. Ja, en toch nog even terug naar die communicatie. Edith, die kwam gisteren bij haar winkel, was haar stoep maar zo weg. En ze wist dus niet dat die stoep wegging, dus toch vrij boos naar de gemeente gebeld. En de gemeente stuurde weer door naar de NUT. Veel mensen hebben wel een beetje het idee, Pier, dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en dat elkaar een beetje nou, de schuld wordt ontnomen ofzo. Ja, nee, sowieso. Dit is een project van de gemeente. Dat is één ding. Dus daar zijn we als gemeente verantwoordelijk voor. In het voortraject hebben we ontzettend veel gedaan aan communicatie. Nu zit je met de uitvoering. Tot deze week, wat hier gebeurde, was wel het onderdeel van de nutspartijen. Die hebben daar ook over gecommuniceerd. En we hebben nu als gemeente, nu we verder gaan, nu de nutspartijen dit hebben afgesloten, hebben we ook vorige week weer de communicatie richting de bewoners opgepakt. Maar ik kan wel snappen, doordat het traject langer duurt, dat de beleving is dat de communicatie dan af en toe wat aan schort. Ja. Ik vroeg Edith, en dat was meer een grapje, goh, heb je al een bloemetje van de wethouder gehad? Ze zei nee, ik heb nog niemand gesproken. Is het een idee om Edith even een bloemetje te brengen? We zullen deze tip even meenemen. Oké, dankjewel Pier, goed gesprek. Graag gedaan.